2 en 3, die zijn hartstikke veel. Wie zit in 1, 2, 3?
Club van Vaardenstam. Leuk dat jullie er dit jaar bij zijn. Jullie blijven de hele morgen. Ja? Wat nee. Ik zie het niet meer zo goed. Ik zie wat zitten, maar mijn ogen werden niet meer zo. Staat de stoel daar, kinderen? Voor Sinterklaas? Het lijkt wel een bank. Oh, Piet. Misschien wel een idee om straks terug te komen om hier toch wel wat te gaan rusten. Een complete sofa. Oh, ik maak me al zorgen. Ik hoor je al bier. Kinderen, bier gaat niet. Ga zo. Je doet met chocomel. En wie was de coach dan? Is goed. Wie is Tedder van groep 1, 2, 3? En kom eens bij zijn. Tedder, kom maar aan de muzikantie. Ik heb me zo iets laten vertellen. Dat jullie thuis een bakje hebben. Ja. En dat hadden jullie gewoon. Zijn je vader moeten van hier? Ja. Waar staan ze? Oké. En dan gaan we gewoon even houden. Soms, niet altijd, alleen met z'n hand. Wees van de afspreken. Piet loopt zijn beetje aan die kant. Hulp Piet, staat een beetje in de weg. Dus, papa, luister even goed. Ik zal je zo'n idee brengen. Ik laat dit jaar de veenverhoogte bij u bakken. En ik wil ze laten testen of Sinterklaas niet op school. Kunnen we wel met elkaar afspreken dat we daar de pepernoten goed keuren? Die komt naar je toe, die is nu op de pepernoot, is dan van een andere bakkerij. Waar is dat? De basis. Ik kijk of ik hem naar even wat smaken. Nee, ja, weet ik niet. Hierna. Kijk, de baas. Gaan jullie op zoek naar proeven? Maar zover heeft dat wat met dieren te maken, of niet? Ja, gewoon je handen. Wat is het grootste dier wat je aangetroffen hebt? Nou... Zitten er bijvoorbeeld apen in de kring? Nee! Olifanten? Wel een beetje in dan? Ja, ik heb een beetje.
bedankt voor het inzet. Natuurlijk hebben ze iedere dinsdag hier in de Vriendenpodcast. Bye.
Maar die van jou die doet het ook niet, joh. Hé? Hondje, ben niet zo wat. Wat is dat voor een beest? Dat zijn onze huisdiertjes. Oh, dat zijn jullie huisdiertjes. Moet ik weg.